De gure februariwind blaast door Rotterdam. Consumenten vooral op zoek naar de aanbiedingen. Je hebt gewoon nog wat gekocht vandaag? Ja, ik heb wel geshopt. Het is in de uitverkoop, dus het is te doen. Ja. Daar let u wel een beetje op aanbiedingen? Ja, ik let wel op de kleintjes, ja. Ja, ook aan het centrum van Rotterdam gaat de crisis niet voorbij. Ook Rotterdam heeft het moeilijk. Het is natuurlijk in het dalende consumentenvertrouwen, maar ook het veranderende consumentengedrag. Internet, alles wat er omheen zit, heeft Rotterdam het ook moeilijk. Ja. Hoe zien we dat hier in de stad? Dalende bezoekersaantallen, dalende omzetten, leegstand in winkels. Het zijn eigenlijk de meest voorkomende dingen die je in alle steden ziet. En dat is internationaal. De economische crisis is in Rotterdam vooral hier te zien, in de Karel Doormanstraat. Vroeger een luxe winkelstraat, maar inmiddels zien we heel veel leegstand. En daar staan toevallig 4, 5, 6 winkels naast elkaar leeg. Dat valt nog meer op. En ook daar praten we met eigenaren over, praten we met makelaars over, praten we met ondernemers over wat we daaraan moeten doen. Want leegstand, lege winkels, ook niet aangekleed, dat ziet er niet gezellig uit. Maar ook de huizenmarkt wordt fors geraakt. Na een korte opleving eind 2012 is de vraag de eerste anderhalve maand van 2013 weer flink teruggelopen. Je merkt dat er minder potentiële gehuurders zijn, minder bezichtigingsafspraken worden gemaakt. En daardoor inderdaad dus ook minder transacties plaatsvinden. De onzekerheid die er nu bij de consument heerst, heeft gewoon effect op de belangstelling voor het goed. Toch moeten we niet te veel somberen, zo horen we van de ondernemers. Benoem ook vooral de positieve kanten van de stad en praat elkaar niet te put in. Rotterdam is een geweldige stad, heeft alles. Heeft prachtige cultuur, heeft prachtige architectuur, heeft evenementen, festivals, heeft een geweldig winkelaanbod. Rotterdam is leuk om naartoe te komen. En jou hoor, zal je altijd zien. En ik kom helemaal uit Limburg. U komt uit Limburg hier in Rotterdam, ja, dus zeker. Rotterdam is aantrekkelijk blijkt. Ja, natuurlijk. Natuurlijk is een mooie stad. Kom ik hier heel graag, hè? Ik wens u een mooie dag in Rotterdam. Dank je wel, hè? Dank je wel.